als eenhoofdig jurylid echter helaas moeten constateren dat Jarvis niet in staat is, niet fit is om aan de wedstrijd deel te nemen. Dus ik wil groep 2 van harte feliciteren. Je kan per uur een hoekje, dat is ook wel leuk. Wat een goede team, goede samenwerking. Kick-off van het themaproject 2013. Jullie krijgen straks hier een document. Ik krijg wel het een en ander mee van die oudejaarsstudenten. Er staat in grote lijnen in waarop dat over gaat. Je hoort natuurlijk van je ouderejaars hoor je al een beetje wat de afgelopen jaren de opdrachten waren. Ik heb ook wel wat inderdaad filmpjes erbij zien komen in de foyer. We kunnen een eerste officiële verkadering hebben waarin we een aantal dingen gaan bespreken. Ik ben cadet sergeant van Mierlo en namens projectgroep 1 zal ik de contractpresentatie op me nemen. De contractpresentatie zal gaan over ons systeem, de Jarvis. Het product heeft de naam Jarvis meegekregen. En het is de bedoeling dat in maximaal 3 minuten zoveel mogelijk pucks van de eigen kleur verzameld worden door ons systeem. Jarvis staat voor Just a Rather Very Intelligent System. En neergelegd worden op het startveld. Ah, dat is stiekem een beetje gegapt van de Iron Man films. Contractpresentatie van onze puck collector, Barry BB. Nou, Barry Badvak komt eigenlijk van New Kids. Dus, klonk gewoon leuk. Zo rond de tussenrapportage was navigatie was het knelpunt. Daar waren we een stuk minder ver mee dan dat we wilden. We willen nog steeds winnen, eigenlijk. Dat zit er wel in. Jarvis er nu voor staat, zo dicht bij de eindstreep, dan ben ik er wel heel trots op. Van harte welkom bij de eindpresentatie en demonstratie van de twee projectgroepen. Het themaproject, het beste themaproject van dit jaar. Dus ik wil groep 2 van harte feliciteren. En dan je kan per uur een hoekje, dat is ook wel leuk. Wat een goede team, goede samenwerking. Ja. We willen nog steeds winnen, eigenlijk, dat zit er wel in. Nou, het idee is dat we mee zouden kunnen doen aan een toernooi, wat elk jaar gehouden wordt in dit spelletje. En dan ga je vergelijken daarin en dan zie je dat masterstudenten aan een TU Delft gewoon een half jaar krijgen om zo'n apparaat te bouwen. En als je dan ziet wat wij als maar derdejaars MZT'ers dan in 9 weken hebben gedaan, dan denk ik dat we toch gewoon een goede prestatie hebben neergezet.